Breda Nu. Je weet het meteen. Vind jij ook dat met carnaval levende muziek altijd gezelliger is dan mechanische muziek? Nieuwe Vest en de Bredaarse Federatie van Carnavalsverenigingen vinden van wel. En dus hielden zij samen een carnavaleske muziekmiddag. De middag werd afgesloten met een gezamenlijk optreden op de Grote Markt. De bedoeling van deze dag is eigenlijk dat we de live muziek weer meer terugbrengen in Breda en ook natuurlijk de randgemeente daarbij. We merken dat de mechanische muziek eigenlijk steeds meer de overhand gaat nemen. En dat is natuurlijk ook heel erg leuk, want je hebt leuke muziek ook. Maar de live muziek brengt toch wel de sfeer binnen in de kroeg. Maar brengt ook natuurlijk het publiek mee. Dus als je aan het dweilen bent en je speelt over straat en dan gaat het publiek mee, dan gaat het publiek ook mee de kroeg in. En we vinden dat dat weer een beetje meer terug moet komen. Je merkt ook dat er... vooral ook de jongeren zich niet meer zo snel willen binden aan carnavalsmuziek en de carnavalskapellen. En dat proberen we toch weer eens een beetje te ondersteunen eigenlijk. En dat is de bedoeling van deze dag. Vind je nou om hier zo mee te spelen met allemaal andere kinderen in een carnavalskapelletje, zeg maar? Best wel leuk. Ja? Straks ga je knallen op de Grote Markt? Ja, tuurlijk. Nou, ik ben dus voorzitter van de Bredaarse Federatie van Carnavalsverenigingen. En daar zijn eigenlijk allerlei carnavalsgezelschappen bij aangesloten. Wagenbouwers, loopgroepen, maar ook carnavalskapellen. En ja, wat wij als doelstelling als federatie hebben is om elkaar te helpen bij initiatieven om eigenlijk dat mooie feest wat carnaval is, om dat op peil te houden en ook voor de toekomst veilig te stellen. Ja, hoe kijk je terug op deze dag? Ja, fantastisch. Het is super. Het is een goede opkomst. En we hadden 3 verschillende groepen in leeftijd. En fantastisch om de kleintjes te zien natuurlijk. Ja, daar gaat het om. Nieuwe aanwas, dat moeten we hebben in Breda. En ik denk dat het een geslaagde middag was. En ik heb in ieder geval heel veel plezier aan beleefd. En ik hoop iedereen hier ook. En zorg dat je erbij bent. Breda Nu. Je weet het meteen.